Dames en heren, de zon is onder. De kinderen liggen op bed. Het is Tommy Time! Hier is uw gastheer, Tommy Staartjes. Dank hoor. Dank u. Nou mensen, was met weekje wel hè? Minister Zalm die is ermee opgehouden. Tenminste, volgens mij heeft hij gewoon al zijn zalmsnipperdagen opgenomen. Hij houdt misschien nu wel vol dat het puur toeval is dat hij het nu na de verkiezingsuitslag bekend maakt, maar hij houdt ook vol dat het puur toeval is dat de derde dinsdag in september altijd op Prinsjesdag valt. Poeh. Oké, goed mensen, genoeg. Tijd voor de eerste gast. Jullie kennen hem allemaal. Hier is de beste acteur die ik ken. En een hele goede vriend van mij. Geef me een groot applaus, Gerrit! Hey Gerrit! Hey Tom! Nou, Gerrit, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als Pino. Ja, gek hè? Hoe dat werkt. Ja. Dat blijft blijkbaar toch hangen. Ja. Terwijl ik er nog zoveel naast doe. Ja, want je bent begonnen bij Cool TV, toch? Ja, dat is heel lang geleden. Hoe kom je aan die foto? Oh, wat zie ik eruit? Ja, en daarna heb je nog bij de lama's gezeten, hè? Maar dat weten niet zoveel mensen, toch? Nee, dat klopt, want ik zat in het pak van Sarah Kroos. Maar dan begonnen alle kanten te lubberen, dat zat voor geen meter. Dat was niet mijn pakje aan. En toen? En toen die moeilijke tijd. Met zien, hè? Met zien, toch? Ja, maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. Dat heeft uitgebreid in alle bladen gestaan. Oké, je hebt gelijk. Iets anders dan. Want je zit hier om iets heel anders, hè? Ja, ik stap uit de politiek. Waarom? Waarom eigenlijk? Ach, weet je. Je doet het 8 jaar en dan heb je het wel gezien. Steeds weer hetzelfde wereldje daar in Den Haag. Tijd om mijn vleugels uit te slaan, dacht ik. En wat ga je nu doen dan? Nou, ik heb natuurlijk nog die Real Life Show. Ja, die heb je ook nog. Hoe heet die? Groeten uit Pino. Laten we even naar een stukje gaan kijken. Ik ben zo zenuwachtig. Waarvoor dan, Pino? Ahoy! 13 keer. Dat is heel veel mensen, hoor, Lot. Ah joh, Pino. Dat is voor jou een eitje. Nou, mensen, daar gaan we allemaal zeker naar kijken, denk ik. Dames en heren, Gerrit stapt uit de politiek. Ik zal hem missen. Geef hem nog een warm applaus, dames en heren. Gerrit! En tot de volgende keer bij Tommy Time!